Melkveehouder Roelof de Jong uit het Friese Abbega is ondanks het lastige jaar tevreden met de mais van 2023 die zijn koeien sinds een maand krijgen. Een heel bijzonder jaar was het. Eerst was de grond te nat. Voor bewerking duurde dat een poosje. Toen hebben we gezaaid, kregen we droogte erop. Wou het slecht beginnen, hebben we beregend. En toen ging het, kwam het weer goed. En half oktober hebben we het geoogst. En dat was net op tijd. Daarna was het regen en tot op heden eigenlijk nog niet droog geweest. En de gehaltes zijn 980 fem, 345 zetmeel. En ik heb twee partijen. De één partij is 32% droge stof en die voeren we nu. En dat gaat naar behoren, knap. Koeien geven goed, 32, 33 liter per dag. Dus we zijn dik tevreden. De melkveehouder boert op zware zeeklei. De opbrengst per hectare lag vorig jaar hoger, maar de gehaltes zijn naar behoren. Want het is laat begonnen, dus we zijn wel daardoor opbrengst kwijtgeraakt en hoogstwaarschijnlijk ook zetmeel. Dus ja, had het seizoen 4 weken eerder begonnen te groeien, dat de kwaliteit in verhouding beter was geweest en dat het misschien nog beter gepast heeft bij de kuil die we nu voeren. Dus ja, er is geen jaar gelijk. De Jong doet mee aan koe en eiwit, waarbij 155 melkveehouders naar een rantsoen gaan met 155 gram ruw eiwit per kilo droge stof. En dat is nu wel wat een gepuzzel om daar wat uit te komen. Dat valt nog niet mee. Want de latere sneden, die zijn qua ruw eiwit, zijn hier nou aan de hoge kant. En dan ga ik straks een beetje de mist in om het 155 gehalte te blijven behouden. Dat wordt de grootste uitdaging.